Welkom. Vandaag ontvang ik samen met mijn co-host Fien Andries Bekkers, die uiteraard naast notoire inwoner van 2100 Deurne Noord, vooral ook gekend is zelf als podcastpresentator, radiopresentator, muzikant, comedy-liefhebber en voor mij vooral een heel interessante en heerlijk no-nonsense mens. Ik ben Karen, bezieler en zaakvoerder van First Floor. First Floor is er om jong, veelbelovend talent in HR en marketing de best mogelijke start van hun carrière te geven. We geloven daarbij dat enkel talent hebben niet genoeg is. Dat vraagt, net zoals topsport, investering. We doen dit door uitdagende projecten bij onze klanten, gecombineerd met een uitgebreid coachingstraject. Op die manier willen we niet alleen gelukkige professionals klaarstomen, maar ook toekomstige leiders die verantwoordelijkheid durven nemen voor hun job, hun bedrijf en zichzelf. Met deze podcast brengen we jou eerlijke verhalen van inspirerende, ervaren professionals die ons een blik gunnen in de mens achter de carrière. Ik ben uw gastvrouw en word telkens bijgestaan door een van onze jonge talenten die zo aan het begin van hun professioneel avontuur al hun nieuwsgierige vragen loslaten op die ervaren rotten. Wie weet leren ze nog iets van elkaar. Veel kijk- of luisterplezier en welkom bij Even Rustig. Andries, ook voor u. Ik zei het er net al, ik ken u van vroeger, jeugdjaren, niet heel goed, maar we hebben elkaar daar wel eens gekruist. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Andries? Ja, het zou raar zijn dat ik dat in één zin kan zeggen, maar je hebt al een aantal dingen uiteraard gezegd. Ik ben inderdaad een podcast, ik ben een radiopresentator, maar wat mensen vaak niet van mij weten, en dat is omdat dat achter de schermen is, doe ik ook eigenlijk het meeste van mijn tijd televisie. Mm-hmm. Ik werk voor een productiehuis, een televisieproductiehuis, en ik sta daarin voor nieuwe ontwikkelingen. Dus we proberen heel veel programma's uit en af en toe natuurlijk ook dingen die effectief op de tv komen, om het zo te zeggen. Dus ik heb eigenlijk ik heb verschillende dingen dat ik doe. Ik kan eigenlijk blijven gaan. Dat is een beetje een toffe aan het freelancer zijn. Mm. Dat is een van de beste beslissingen die ik misschien wel genomen heb een aantal jaar geleden. Want ik heb ook heel lang veel social media gedaan. Dat doe ik zelfs nog een klein beetje. Een beetje copyright en alles. Maar ik moet eerlijk zeggen, hetgeen dat ik het meeste nu doe, is inderdaad allemaal radio en tv en dan podcasten. Het is ook een van de redenen dat ik jou gevraagd heb, omdat jij zo'n eigenlijk gevarieerde parcours en heel typisch... Uzelf daarin ook gebleven zijt, dus heel benieuwd naar het verhaal. Ik heb ook altijd een co-host bij, een van de jonge mensen en de jonge talenten, omdat ik het heel fijn vind dat zij ook eens zo onbevangen hun nieuwsgierige vragen stellen. Maar misschien eerst is ook dezelfde vraag voor u. Wie is Fien? Ik ben dus Fien. Mm-hmm. Ik ben ondertussen, denk ik, al een jaar en 8 maanden bij First Floor, denk ik. Mm-hmm. Ik ben er gestart als marketing consultant. En ondertussen heb ik de switch gemaakt naar HR consultant. Dus wat ik nu eigenlijk vooral op mijn projecten doe, is meestal employer branding. Een beetje het HR en marketing. Een beetje best of both worlds. Dus dat vind ik nu wel heel fijn om te doen. Voor de rest, ja... Een mindere lijst als Andries, heb ik een beetje de indruk, maar ja. Wat dat ook nog normaal is, hè? Maar ja, voilà. Er is minder aan vooraf gegaan. Je hebt ook een mindere leeftijd. Dat is aan het voordeel, ja, absoluut. En als ik me niet vergis, ook wel trouwe luisteraar van de podcast. Vooral mijn vriend. Ja. En ik denk niet dat omdat wilt dat ik dat zeg in de podcast, maar voilà, minuut bij deze. 1 en we zijn gespoiled. We zijn al zover. Zeg, Andries, ik zei er juist van, ik vind het altijd boeiend om zo mensen hun verhaal, hè, want we vandaag de dag lezen we overal, ook in de media, vaak de succesverhalen. Ik vind het altijd boeiend om zo is het verhaal van de mens achter de loopbaan en de carrière. Maar dat begint ook voor iedereen zo wat op een ander punt. Voor wanneer, naar uw gevoel, is zo uw professioneel verhaal begonnen? Wat is het startpunt? Ik denk dat ik er 2 gehad heb, of dat zijn toch in ieder geval de 2 die ik me het hardste herinner en waarvan ik vind dat ze toch het meeste impact gehad hebben. En het eerste punt voor mij, het belangrijke punt, was pas op mijn 26e. Mm-hmm. Ik heb zoals veel mensen die het niet verschrikkelijk doen in de humaniora, wat soms ook wel eigenlijk helemaal geen zegen is. Ik denk altijd, of met humaniora heb ik altijd zoiets gehad, ofwel ze hebben echt heel de tijd 90%, ofwel hebben ze echt 0, of zo, zodat je naar een andere richting kunt. Maar ik was zo dat iemand dat uiteraard omwille van thuis zo Grieks-Latijn moest doen. En ik kon dat redelijk. Ja. Dus dat wilde eigenlijk altijd zeggen dat je dan op je 18e een beetje verplicht wordt om naar de universiteit te gaan. Wat mijn eerste 2 jaar eigenlijk niet zo'n succes was.
Nadien heb ik dat wel goed gemaakt. Maar ik heb zeker de eerste 5-6 jaar na mijn humaniora of zo toch ook een beetje dingen gedaan waarvan ik nu heel hard kan zeggen, wat was ik eigenlijk aan het denken? Het ook wel een beetje het pad gevolgd dat van u verwacht wordt. Eerlijk zijn, we spreken over de jaren... Ja, eind jaren 90, hè, dat was zo... Als je Latijn gedaan had, dan ging je naar de Unie rechten doen. En als je creatief doet, dan deed je iets anders. Maar je had veel minder keuze dan nu. En, maar natuurlijk, ja, zo... Ik heb dan uiteindelijk dan wel nog leuke dingen gedaan. Ik heb heel toffe stages gedaan. En uiteindelijk dan nog, zoals aan de VUB, avondschool criminologie, om dan zo in een salesjob terecht te komen. Ja, dat is zo'n zotte switch. Ja, ik had helemaal hetzelfde. Ja, je kent dat, hè. Dat is zo. Ineens zit het daar en ik was 23, 24 of zo, ik weet niet meer. En je had een auto van het werk en je had een laptop en je denkt, oké, ja, dit zou wel goed zijn, zeker. Hè? This is toch, it. Ja, this is it. En dan heb je door van, ja, is dit eigenlijk wat ik wil doen? Mm-hmm. En ik was er, eerlijk, ik was er ook niet super goed in. En dat is ook de enige keer in mijn professionele leven dat ik iets gedaan heb waar ik niet super goed in was. In het salesjob? Ja, het salesjob. Ik kon goed, bijvoorbeeld, als ik aan tafel zat of zo met iemand, dan kon ik wel... Ik had wel mijn babbel of zo, en ik wist waarover dat ik het had. Maar zo het voet tussen de deur gegeven, en zo het afbellen, je kent dat wel, hè? Zo de lijst. De cold calling. Oh, dat is... ik had heel snel door, dat is gruwelijk. Of dat is echt niks voor mij. En dan, ik ben heel mijn leven altijd met muziek bezig geweest. Mm-hmm. En dat was iets dat ik eigenlijk altijd... Ja, ik voelde dat ging goed. Ik had eigenlijk al heel veel gedaan, ik had heel veel getoerd. Maar dat was altijd... Ik zat echt zo in... Ja, voor de mensen die echt niet weten wat, maar ik zat eigenlijk in een soort underground punk hardcore bands dat ik zat. Wat een fantastische tijd is, omdat je... zelfs als oude niks met de muziek hebben, dat was een genre, nog altijd. Waarbij dat je... Dat was zo laagdrempelig. Je ging niet af van andere mensen. Je kon echt letterlijk door een soort netwerk en door in die tijd, ja, waren dat wel de eerste e-mails en zo, kon je gewoon overal ter wereld gaan spelen. En ik ben daar volledig ingegaan. Maar altijd wel on the side natuurlijk, proberen de kerk in het midden te houden om die richtingen en die studies af te werken. Maar ja, op een bepaald moment zijn er 4-25. Die bands dat ik deed, deden het ook zeker niet slecht. Integendeel zelfs, dat was wel natuurlijk in een bepaald genre, maar dat begon ook wel iets te... Ja, dat was ook wel iets en je toert veel. En toen dacht ik... toen ben ik ontslagen daar, op de job dat ik deed. En dat was een deels ook door een reorganisatie. En ik heb me eigenlijk ook lang wijs gemaakt, maar ik denk dat iedereen dat hier naar luistert... Ja, als je echt goed bent, dan overleef je wel een reorganisatie. Hè? Natuurlijk, dat is op dat moment leuk dat je dat zo wat kunt. En dat was wel iets, omdat ik dat eigenlijk nog nooit had meegemaakt. Ik heb heel veel begrip voor mensen die met vallen en opstaan er is geraken, maar ik ben in mijn leven heel weinig gevallen. Ik moet dat eerlijk toegeven. Alles wat ik wilde doen, dat is altijd wel gelukt. Misschien lag dat er ook aan omdat ik goed koos. Ik heb altijd heel goed geweten wat ik wilde doen. Maar met die job in het begin was dat totaal niet en dat lukte ook niet. En ik heb daar zo wel 10 minuten, was ik er wel slecht van, omdat als je nog nooit echt niet gelukt bent, dan is dat maar zo... Maar dan valt 10 minuten ook wel Ik wou je zeggen, dan vind ik 10 minuten heel... Ben maar niet van spreken dan. En dan eigenlijk gezegd van, ja, eigenlijk wat wil ik doen? Ik wil muziek doen. En natuurlijk ook met mijn echtgenote, mijn vrouw, dat natuurlijk ook afgesproken. Hè, want je kunt niet zomaar zeggen van, ik ga dit even doen. Maar ik mocht dat wel doen. Mm-hmm. En dan ben ik er ook voor gegaan. En dan heb ik eigenlijk de volgende 15 jaar muziek als mijn hoofdfocus gemaakt. Ik heb heel toffe dingen gedaan. Eigenlijk meer dingen gedaan dan ik ooit in mijn leven gedacht had dat ik ze ooit ging kunnen doen. Mm-hmm. Zo echt de kinderdroom van het rockster gegeven. Ja, ja want ik kan dat voor mij echt een totaal onbekende wereld. Ik kan mij daar niks bij voorstellen. Hoe was dat? Hoe is daar zo beginnend? Want met welke band was dat dan? Dat was al met Diablo? Of nee, ik heb de hardcore bands gezeten. Dat was zo'n Belgische... Ik heb er een aantal gehad. Maar degene die... Waar ik wel heel veel plezier aan had, was een Belgische hardcore band, de Syrup heette dat. Mm-hmm. Daarna heb ik bij een Nederlandse metal band gezeten. Ja, de namen zijn uiteraard allemaal eigen aan het genre. Was Born From Pain. Dat was eigenlijk veel groter. Dat is ook sneller en trager, zeg. Ja, dat was veel groter, want dat was echt al internationaal en zo. Born From Pain. Ja, voilà. Maar dat was wel... Dat is typisch aan het genre. En ik snap dat ook wel. Mensen zeggen, ik heb er nog nooit niet van gehoord, maar dat was wel een band dat... Ja, omdat... Ik heb daar bijvoorbeeld eigenlijk al heel snel geleerd wat... En dat is misschien wel tof voor mensen die
die ja, in business zitten of zo. Mm. Ik heb op heel jonge leeftijd gemerkt hoe tof dat ik Vlaanderen vind, maar ik heb ook heel snel gemerkt hoe onvoorstelbaar klein, Piet Luttig en irrelevant dat ook kan zijn. Zeker als je iets internationaal doet. En dat maakt dat ook niet uit hoe groot dat is, want Diablo Boulevard was dan een band dat veel groter was, echt daar ook internationaal getekend. Heel toffe dingen gedaan. Dat is internationaal verhaal is niet helemaal gelukt, maar dat is wel, we hebben dat wel gedaan. Mm-hmm. En dat waren gewoon heel leerrijke ervaringen, omdat je heel hard merkt wat de grootorde van dingen zijn. Ja. Je gaat heel snel door. Wij verkochten dan bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een aantal duizend platen in Duitsland. En dan werd dat bijvoorbeeld gezien als, goh, ça va of zo. Dat kreeg matige quotering, als in van, ja, oké, het is zo net genoeg. Maar dat aantal bijvoorbeeld, ja, dat staat er bijvoorbeeld op de Belgische markt. Ja, daar ben ik maar niet van spreken, ze gaat er richting gouden plaat. Ja, ja. En dat is een beetje appelen met peren vergelijken, maar dat was wel een ongelooflijke leerschool. Zeker ook omdat je... Of dat je nu metal... Maar dat is, eigenlijk geldt dat voor alle underground dingen. Dat is in kunst is dat waarschijnlijk net hetzelfde. Heel veel van die dingen, hè, dat je ziet als artiesten bezig zijn, dat gaat eigenlijk over wat is de waarde van het product. Want ik heb bijvoorbeeld altijd een job on the side gehad. En dat was in internationale chemie, olie bijvoorbeeld. Wat heel raar was, maar dat was een heel toffe administratieve bureaujob die ik vooral heel graag deed, omdat ik daar een speciaal contract had, dat ik zoveel verlof mocht pakken als ik wil. De nachtmerrie van elke werkgever. Ja. Maar ik heb dat kunnen afdwingen. Maar dat was wel een toffe... Toch nog een beetje de salesrol erin. Dan. Ja. Zeker als het mezelf was. Maar dat zei je dat wel. Want als je internationale olie of zo ziet, ja, daar is bij mij niet van spreken. Eén vergadering is duurder dan het gemiddelde promobudget van een Belgische band of zo. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat muziek, en dat geldt voor heel veel genres, zelfs bands die je wel echt goed kent, dat is te klein. Dat is een hele business, want wij zaten op major labels, wij zaten op de Sony Musics en alles. En dat zijn ook dezelfde vergaderingen. En dat is ook met chicste materiaal. Maar eigenlijk, muziek, dat brengt niks op. He, dat is ook wat je hebt meegemaakt. Mensen kochten dat niet meer. Ik heb dat nog meegemaakt dat een cd wel nog verkocht of een lp. Nu niet meer. Ja, ja, ja. Dus heb ik hier door geld verdiend? Niks. Heel weinig. Ongelooflijk weinig zelfs. Zeker voor de tijd dat ik er heb ingestoken. Maar wat heb ik in de plaatsen wel gekregen? Ja, ongelooflijk veel verhalen, avonturen en natuurlijk ja, ervaring om met je ding dat je wilt doen, om dat toch ergens te krijgen. Want dat heb ik ook wel gemerkt. Dat is of dat je nu muziek doet, of je doet iets, of je doet wat gullen doet, of je hebt een bedrijf. Het is altijd hetzelfde. Mm-hmm. Maar dat was heel boeiend, dat was heel leerrijk en ik ben vooral heel gelukkig geweest. Ja, want dat wou ik nog vragen. Je kunt nu achteraf, hè, zie je, ik betrap mezelf er ook op, achteraf halen zo lessen en inzichten en dan zeg je nu, ja, oké, ik heb niet veel geld verdiend, maar wel heel veel ervaringen. Maar op de moment zelf stoorde u dat toen ook niet? Of? Ja, ik ben altijd wel... Ik kan redelijk zot gaan in de zin van, ik heb geen schik van risico's, maar ik vind... Er zit natuurlijk het artiesten die in een soort bohemien levensstijl willen leven, waar ik op zich niet echt een mening over heb. Niet per se een slechte, ook al insinueer ik dat of zo, maar je kunt ook een nummer na 5 uur schrijven. Je kunt ook een 9-to-5 doen, een nummer doen. Ik werkte natuurlijk ook wel goed met het feit dat ik een job had, waardoor dat heel veel van de stress, want laten we eerlijk zijn, een muzikantenbestaan, dat is een onzeker bestaan. Het feit dat ik die job had, zorgde er ook wel voor dat ik mij ook gerust daarmee kon bezighouden. Ja. Maar wat was wel ongelooflijk? Ja, ik heb ook gemerkt dat dat ook hetgeen was dat ik in mijn leven nodig had om in mijn kop gezond te blijven. Was dat soms vermoeiend? Ja, dat is vermoeiend als je op een zondagavond in Wroclaw, Polen zit en je weet dat je om 9 uur op je bureau moet zijn en je kunt echt uitrekenen. Als we nu niet stoppen, dan haal ik het. En dat is tof, hè. Dan kwam ik op dit bureau aan. Maar ik heb nog dingen gedaan. Live op Studio Brussel, 's morgens bij Thomas de Soete, voor de warmste week, akoestisch spelen. Dag zeggen, naar uw bureau vertrekken. En eigenlijk soms ook op een werkvloer komen waarvan dat een helft van de mensen wel zei, ik heb u gehoord, maar de andere helft ook zei, je zet er eindelijk. En dat is voor mij altijd een heel toffe balans geweest. Vooral omdat dat... U bescheiden houdt. Ik wou het je zeggen, houdt dat u niet met uw voetjes op de grond? Ja, dat misschien wel. Ja.
Maar ik was vooral aan het denken, voor mij is echt zeker heel die muziekwereld, is, allez, zeker als je dan over punk en metal, dat is echt al heavy. Mm-hmm. En als je dan zo nog eens een job erbij hebt, dan maakt het voor jezelf toch... Je hebt toch ook momenten nodig dat je denkt, nu zit ik in, wat was het, in Polen, dat je thuiskomt en even niks moet doen of zo. Omdat je er straks ook zei dat dat dan net wel zorgde voor de rust in je hoofd. Oké, misschien financieel of de zekerheid, maar qua timing is dat toch... Ja, ik heb dat natuurlijk wel geleerd. En het gaat ook over... Een van de dingen dat ik wel heel snel door had van wat ik in mijn leven wilde doen, en dat was... Ik heb dat altijd gehad als kind al. Uiteraard stond ik graag in de belangstelling, anders zou ik niet op het podium staan. Maar ik ben nooit een zanger geweest of zo. Ik ben altijd wel een gitarist geweest of iemand dat erbij... Iemand dat wel vaak voor het zeggen had, maar niet in de spotlight stond. Mm-hmm. Ik sta heel graag zo met één been erin. Maar waarom was dat? Omdat voor mij, en dat heb ik altijd gehad, ik heb het altijd fantastisch gevonden, of heel belangrijk gevonden, dat ik achter het gordijn kon kijken. Mm-hmm. Ik heb dat met heel veel dingen. En dat is ook een van de redenen dat ik die podcast, die eigenlijk... misschien nog wel het grootste is wat ik dan artistiek tussen al aanstekens gedaan heb. Wat is daar nog altijd het coolste aan voor mijzelf, is dat ik heb het geluk gehad, of in ieder geval we hebben iets gecreëerd waardoor we dat kunnen doen, dat je met zo'n uiteenlopende mensen hebt kunnen praten, maar waarvan dat er een heel groot aantal wel zwaargewichten zijn. Absoluut. In hun job. Absoluut. En dat is een inkijk dat mij ook weer enorm veel rust geeft, omdat ik... dat wilde weten. Ik ben heel nieuwsgierig. Niet per se in mensen privéleven, maar wel hoe dat dingen werken. Ja. Omdat mij dat ook rust geeft. Als ik het nieuws kijk, dat is gruwelijk. Hè? Als je de krantenkoppen nu leest, je moet echt dat rationeel beginnen lezen, want als je dat gewoon half leest, dat kun je niet aan. Nee, als je het nieuws ziet, dat kun je niet aan. Als je leest, als je op Twitter zit, op online, eigenlijk kun je heel veel niet aan. Mm-hmm. Omdat het is allemaal... vreselijk. En voor mij is dat, en dat is echt privilege dit, omdat ik met heel veel mensen heb kunnen praten, kan ik ook veel relativeren, omdat heel veel van dat nieuws is ook niet zo erg. Mm-hmm. En nog erger, dingen die we niet zo erg vinden, zijn misschien nog veel erger. Weten we zelfs niet. En dat was wel iets dat... er is geen geld, er staat niet echt geld tegenover. En dat met spelen ook. Ik heb ook veel het zuiden van Amerika getoerd. Mm. Ik heb heel veel Oost-Europa gedaan. Ja, dat is vervelend, hè, Orbán, maar dat had ik je ook wel kunnen vertellen. Ze. Allee, ik bedoel, ik heb veel in Bulgarije gezeten. Als je daar off-day zat en je zat er op de markten in de buurt van Sofia, spreek over 2005, 2006, ja, dan konden de borstbeelden van Hitler gewoon in gips kopen. Hè, met zo'n Ravensburger pakket, dat ze dat zo zelf gegoten hadden. Ja, ik bedoel, dan maakt Bulgarije is een fantastisch leuk land. Hè. Sofia, coole stad. Hè. Ik bedoel, ik raad het u aan. Ik bedoel, ik ben met busje door de gypsy-dorpen gereden, de grenzen met Roemenië. Zelfs als je nu naar Oost-Europa gaat, dat is helemaal niet zo erg niet meer. Dat is eigenlijk, maar het hangt er soms vanaf hoe dat je dat binnenrijdt. Hè. Bijvoorbeeld als je Belgrado, als je Roemenië van onder binnenkomt, als je richting Albanië, die grensposten zijn al helemaal anders. Mm. Dat zijn mensen die nooit iets anders gezien hebben. Dat zijn ook de oude pakken. Dat is spannend, hè, want als je in je twintiger jaren bent, dat zijn avonturen. Je zit er ook met je bandleden. Mm-hmm. Dat is eigenlijk met de gasten in het busje en je ziet wel waar je terechtkomt. En je denkt, cool, ik weet hoe dat het is in Macedonië. Het valt wel mee. Maar tegelijk, als je dan het nieuws leest, ja, dan denk je ook, goh ja, ik vind dat leuk dat ik al veel gezien en weet. Maar je neemt andere dingen wel mee dan. Ja. Ja, ik vind het wel opvallend dat je langs de ene kant een heel avontuurlijk het avontuur opzoekt en ervaring opzoekt en eigenlijk vooral heel veel indrukken. Maar tegelijk dat dan, want dat geeft mij rust, dan denk ik van oké, is rust, is dat dan dat relativeren? Of... Ja, of omgekeerd. Hè, bijvoorbeeld, dat is in punk hardcore, we hebben ook allemaal veel Oost-Europa gedaan. Je hebt ook, ik heb nu persoonlijk nooit in Oekraïne gespeeld. Mm-hmm. Ik heb dat een paar keer kunnen doen, maar ik ben niet in Kiev geraakt. Maar die scene is zo klein, bijvoorbeeld. Ik bedoel, we hebben ook nog wel WhatsApp-groepen met mensen die allemaal in die scene zaten, waar je berichten uit Kiev krijgt, maar vanuit de lokale mensen daar. Mm. Ja, als je dat in die WhatsApp-dingen krijgt, ja, dat is echt wel van... Ja, dat zijn echt mensen die dingen zeggen als... stuur ons dat, hè, of stuur dat naar Polen. Ik bedoel,
ja, dan ik kon hier zeker niet de grote weldoener uithangen, maar dan komt het wel echt dicht. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Komt het heel dicht. Ja, persoonlijk ook. Dat zijn geen vreemden niet meer. Dat zijn geen vreemden meer, maar je merkt ook, dat zijn ook andere mensen. Ja. Ik bedoel, wij, iedereen dat hier in deze ruimte zit of zo, ja, we gaan hier niet stoerder doen dan nodig of zo, maar ja, wij gaan niet zomaar de wapens oppakken. Dat is voor ons een serieuze stap al. Er moet er al eerst iets gebeuren voor die mensen niet. En dat zijn wel mensen waar je perfect mee over de nieuwe plaat van die punkband of dat kunt praten. Die hebben ook... we moeten dat gaan beseffen. Die lopen ook op Air Max rond. Of die hebben ook... We hebben heel vaak het gevoel gehad dat alles wat voorbij Duitsland is, dat zo aan een hoop... Ja, wat is dat? Terwijl, die hebben dezelfde dingen, maar die zijn wel anders. Die zijn soms harder, veel directer, politiek... Helemaal anders, veel meer meegemaakt. En dat bedoel ik met dat geeft me rust. Ook al is dat ook hartverscheurend als je dat leest en je denkt: man, die zitten daar echt. Dat zijn echt WhatsAppen van: hey, als iemand dat kan missen, want die willen die dood, hè? Die willen die elke ruzie dat er binnenkomt. Maar dat wordt zo, dat deed ook wel door, omdat heel veel van ons leven is vaak WhatsApp tegenwoordig. WhatsApp of whatever, maar niet op nieuws. Opnieuw is dat altijd iemand dat er staat en die zegt iets en dat is een expert en de ene al beter dan de andere. En er zit er fantastische bij, de Jonathan Holslang en zo, dat is ongelooflijk. Corien ook heel fantastisch graag. Bezig. Maar dat komt eigenlijk van een soort, dat is op een academische manier gebracht. Maar als je op een WhatsApp binnenkrijgt, ja, dat is geen academische manier. Hè. Dat is gewoon, dat is een hoop fuck, een hoop dit en we willen zus. En dat land is bijvoorbeeld ook al veel groter. En ja, dat wordt gewoon veel kleiner. En dat geeft mij rust. Omdat ik dan weet, als het erg is, wil ik het ook weten. Ja. En als het niet erg is, of het is minder erg, eveneens. Is dan, geef het u rust, omdat je weet, het is echt. Het is rechtstreeks, het is informatie recht van de bron. Dit klopt. Ja, ik vind gewoon, wij zitten, dat ligt mijn eigen schuld. Ik weet niet of dat voor jullie is, maar ik ben ook wel aan nieuws verslaafd. Hè? Ik bedoel, ik kan... Ik zal ook zelden iets slechts zeggen over iets als Twitter. Terwijl de fouten van dat medium zijn heel duidelijk. Maar langs de andere kant is dat voor mij ook wel iets waar ik heel toffe nieuwe mensen leer kennen of interessante dingen. Het enige, en dat is hetgeen wat ik... Een van mijn grootste angsten in het leven is... ik zal het zo zeggen. Een van de dingen dat ik het vervelendste vind in mijn leven is als iemand zegt tegen mij... Nou, je gaat 10 minuten bezig geweest en er was nou echt niks correct van. Dat is echt, je gaat ze echt ontlullen uit je nek. Dat slaagt nergens op. Stop ermee. Ja. Als ze dat tegen mij... Je kunt tegen mij... Je mag alles vinden van mij, maar als ze dat zeggen tegen mij, dan krijg je mij echt stil. En ik heb dat ooit een keer meegemaakt. Dat je iets zei, dat was toen over de Oosterweelverbinding of zoiets. Het mag niet dat ik ook zoiets een ongenuanceerde mening had. Waarop iemand zei, dit zo en zo en zo. En je hebt dat heel vaak met de podcast, omdat je zoveel mensen krijgt die op een debat wegen. Mensen die in de politiek zitten of semi. Ja, de helft, wat zeg ik, dan zeg ik nog gul, wat er soms online verondersteld wordt, ook in opiniestukken. Ja, ik zeg dat vaak, hè, in je leven. Wat weet je nou in je leven? Je weet niet zoveel, ze. Nee, absoluut niet. Is een dat job, dan... een hobby, een beetje, een interesse, en dan zal het wel dat zijn. Hè. Meer is het niet, hè. En toch zitten we in een maatschappij waarin dat iedereen toch altijd heel, heel harde dingen zegt. En heel vaak is dat niet waar. En ik ben hier niet om te zeggen dat dat niet mag. Ik ben alleen over mezelf nu bezig. Nee. Dat zou ik vreselijk vinden. Als iets van mij er zou staan en dat zou gewoon zo wat... Niet waar zijn. Ja. Ik hoor heel veel nieuwsgierigheid. Je hebt dat al een paar keer gezegd. Zo heel nieuwsgierig om dingen te snappen en te ontdekken. Maar ook wel een hele kritische geest. Hè? Ja, misschien ja. Maar wel mee ouder worden, veel minder cassant. Podcast heeft er ook wel voor geholpen. Ja, omdat je, wat ik net zeg, dingen zijn vaak niet zoals dat jij dacht dat ze waren. Personen net hetzelfde. Hè. Dat is iets, een van de commentaren dat we veel ook krijgen met de podcast, is zo'n standaard zin. Amai, comma, daar heb ik nou altijd een heel slecht adjectief gevonden. Maar na... Ja. 2 uur moet ik wel zeggen, die of haar of weet ik veel, viel enorm hard mee. Ja, zelf ook al door een aantal keer afleveringen, dat ik inderdaad dat mijn beeld van die persoon echt veranderd is. Ja, ik heb dat ook, ik ga uiteraard geen namen noemen, dat zou niet, maar zelfs echt ook bewust dat ik denk van, goh, die heeft een totaal andere mening, die is met totaal andere dingen bezig, maar net omdat je dat al heel vaak hebt gehad, dat toch je gedacht daar rond verandert,
zoek ik dat dan misschien wel zo net op. Van, goh, er moet toch... Ja, allee, er zit uiteraard in iedereen 1001 goede dingen. Maar dan zoek ik dat ook wel bewust op. Mensen die ik dan minder interessant of minder leuk vind of zo. En om daar ook zo eens de verhalen rechtstreeks te gaan horen van oké, laat ons nu eens luisteren hoe dat hij of zij dat zelf vertelt. Ja, en dan, dan is podcast ook wel een heel dankbaar medium of zo, omdat je daar wel echt veel meer, meer nuance of zo in zit. En een verhaal, hè. Ik bedoel, ik denk dat er vandaag de dag gewoon veel te weinig verhalen worden verteld. Mm-hmm. Er wordt heel veel om mening gevraagd. Wat ik zo beu ben dat ziet. Mm-hmm. Ook al kun je soms niet anders of als de vraag komt, maar eigenlijk, het is ook maar vaak het een of het ander, maar je kunt soms door iemand zijn levensverhaal te vragen of dingen dat hem heeft meegemaakt, dan begint de puzzel eigenlijk wat meer ineen te passen. En het is gewoon altijd tof. Ik vind iemand met een goed verhaal, zelfs al gaat dat over, ik zeg maar niet, laten we het over muziek hebben, maar ook al zou het, we hebben ook al heel wat muzikanten bij ons gehad die in een muziekstijl spelen waarvan dat ik misschien op papier zeg, dat is niet 100% mijn ding, maar een verhaal blijft een verhaal. Mm-hmm. En zeker een goed verhaal, dat blijft ook een goed verhaal. Mm-hmm. En je voelt ook dat heel veel dingen ook heel hard met elkaar verbonden zijn. Vaak, en daar zit ook iets jeugdig in. Hè. Ik heb ook lang gedacht van dit of zus of zo, maar eigenlijk, op het einde van een dag, zijn de meesten van ons ook maar gewoon bezig met het einde van een dag te halen en het er zo goed mogelijk van af te brengen. Ja. Zeg, en dan 15, uiteindelijk alles bijeen, 15 jaar echt in de muziekwereld. En van waar daar de switch of de stap? Of, dat is op zich geen echt positief stuk nu, maar ik voelde ook dat we daar op een dood spoor zaten. Dat is ook een deel emotioneel, zeker als je in een band zit. En zeker als je in een band zit met een traject, want op de duur, dat is ook zo, muziek maken is iets heel leuk. Iedereen dat dit misschien luistert en in een bandje zit of gewoon een artiest is. En maakt niet uit, hij moet niet muziek zijn, maar eigenlijk is altijd de leukste periode als je passie, als dat begint te lopen. Mm-hmm. En je voelt zo de eerste tekenen van erkenning en je voelt dat je denkt, oké, dit kan niet worden. Dat is eigenlijk de leukste periode. Mm-hmm. Natuurlijk blijft die ook niet, want dan komt er een bepaald moment dat wat bevestigd wordt en dat je... Het is een lelijk woord, maar het is nu eenmaal ook gewoon iets... Om het te omschrijven, dat je succes krijgt. Mm-hmm. Hè, of dat wat je doet... Vind je dat een lelijk woord? Nee, maar dat klinkt zo... Je zegt dat is heel Vlaams. Hè, maar ja, ik succes, kan net zeggen, maar, dat is zeer Vlaams. Maar succes is één, het is relatief, maar het is ook een feit. Hè. Ik bedoel, het is relatief. Je kunt op een bepaald moment ook niet ontkennen van als je dat het loopt. Maar het ding is, als het loopt, in het begin is dat ook nog leuk, maar op een bepaald moment, en dat is eigenlijk het allerergste, en dat zal in zaken of in business net hetzelfde zijn, dat is het plafond. Hè. Of het stagneren. En dat is uiteraard in artistieke dingen of muziek is dat niet anders. Zeker. En wat was voor u stagneren? Stagneren was dat je letterlijk voelde dat er geen groei meer in zit. Mm-hmm. En in een band is dat bijvoorbeeld dat je nog altijd op papier de juiste dingen doet. Dat bijvoorbeeld je onkels en je tantes zeggen dat Maya is weer goed bezig en hij staat eigenlijk weer een hele zomer op alle festivals. Maar jij ziet bijvoorbeeld... Tja, dit is de zoveelste keer dat we dit doen. En dat festival is bijvoorbeeld Pukkelpop. Het was afgelopen weekend. Mm-hmm. Ik heb het geluk gehad, ik heb dat 5 keer mogen spelen. Ja, dat is fantastisch. Als je tegen mij, als ik 16 was, gezegd had, op de eerste keer was ik 15, denk ik, in 93. Je gaat hier nog 5 keer zelf optreden. Ja, dan... Ja, dat is... Dan reek ik tegen de paal waarschijnlijk van het verschieten. Maar dat is ook hetgeen, als je er dan de eerste keer staat, is dan een mijlpaal, de tweede keer ook nog, want dan zijn ze meestal, dan gaat het bijvoorbeeld al eens naar een groter podium of dergelijke, met Graspop en zo gaat, je doet de mainstage, wat dan een eer is. Maar, en dat is ook eigen aan een mens, als je dan 2 jaar later dan terug wordt gevraagd en je staat nog altijd op diezelfde positie op die mainstage, zo zit de mens dan in elkaar, dan denkt je, hallo, waar is de groei? Ook niet dat dat voor jezelf, omdat je dat zelf al hebt gehad? Of had je ook echt de ervaring dat het publiek hetzelfde had van, is hem hier weer? Dat is een heel goede vraag. Nee, dat is een keigoede vraag. En dat is bijvoorbeeld iets, dat is eigenlijk de essentie. Want dat heb ik ook echt geleerd nadien, is dat je moet, en deze is heel wollig hè, wat er nu gaat komen, maar je moet ook... Wollig mag ook. Ja, niet te lang wel, niet, zeker niet in de af zomer. Af en toe mag wollig en hard mag ook. En nee, dat mag allemaal. Oké, even 2 seconden wollig dan. Voor wollig. Je moet ook echt genieten van dat moment. Het is, ik had gewaarschuwd dat het heel wollig was. Ja, maar dat is ook... Dat het niet meevalt.
Maar dat is ook zo. Je zit in de rush en je wilt altijd meer. En dat is inderdaad wel terecht. Mensen zien dat ook niet. De perceptie, heel veel... en dat is in bedrijven net hetzelfde. Perceptie is alles. Absoluut. Hey, make believe. Er zullen waarschijnlijk honderden boeken over geschreven zijn. Dat is natuurlijk ook daarin. Maar jij weet natuurlijk de achterkant. En dat is ook wel zo. We hadden dat lang gedaan. Dat was top. Maar ik voelde persoonlijk ook wel dat... Ook al leek het alsof dat je nog in die stijgende lijn zat, de prognose voor het jaar nadien was dat ik denk, we gaan weer net hetzelfde doen. Ja. En ik weet niet of dat we dat gaan overleven. Omdat je voelde al, met elke plaat werd het moeilijker. Dus er komen ook spanningen. Hè? Dat is een huwelijk met 5 personen. Mm-hmm. Allemaal creatieve mensen, / ego's. Dat is niet gemakkelijk. En voor mij persoonlijk voelde ik ook wel dat ik heel mijn leven lang alles in groep had gedaan. Terwijl ik toch vaak een beetje iemand ben die het alleen doet. Mm-hmm. Maar in een groep kun je dat niet, dus je moet dat dan wel samen doen. En soms frustreerde mij dat ook wel, omdat je moet die kerk in het midden houden. Het is iets anders dan dat je bijvoorbeeld een zaakvoerder bent en je hebt 5 of 4 werknemers. Ja, dan is er een bepaalde rol. Mm-hmm. En die zal, ik kijk naar Karen, die zal leuke aspecten hebben, maar waarschijnlijk ook veel vervelende. Maar die is wel redelijk duidelijk. Ja. In een band is dat niet altijd, waardoor dat je... Soms de leider moet zijn als het gaat over iets vervelends, maar als dat een artistieke keuze is, is ineens iedereen... Dan is iedereen de leider. Ja. En dat is begrijpelijk, hè. En ik heb op dat moment, want ik was wel degene die op een bepaald moment zegt van, ik denk dat het beter is dat we het gaan doen, om de redenen dat we het nu mooi kunnen afsluiten, en B, omdat ik ook voelde van, het werd echt tijd om mijn eigen ding te gaan doen. Ja, maar ja, 15 jaar is ook zeker lang. Ja, maar je gooit ook iets weg, hè. Ja. Je gooit ook iets weg, hè. Voelde dat zo? Ja, ik wist wel... Ik wist wel, als ik er hiermee stop... Ik had echt... Want ik was eigenlijk van mijn 16 tot mijn 40ste in bandjes gezeten. Veel gedaan, maar ik wist ook... Ik heb zeker die laatste zomer hebben we echt nog bijna alles gedaan wat je in België kon doen. Mm-hmm. En een hele schone laatste show in de AB en die zat vol en dat was kei cool en alles. En dan heb je wel zoiets... Toen heb ik wel echt nog eens goed gekeken. Zo van, misschien is dit het. Op een podium staan en zeker voor een zaal. Ja, hier komt weer iets wollig, maar dat is elk cliché klopt. Hè. Dat is een zaal vol fans die uit hun dak gaan. Dat is een gevoel... Ja, dat kun je alleen weten wat dat is als je dat hebt gedaan. Dat moet echt waanzinnig zijn. Dat is kei cool. Ja. Dat is ook top. Dat is ook een beloning voor natuurlijk al die honderden nachten dat je slechte busjes aan het inlaaien bent, dat je inderdaad in Wroclaw s'nachts aan het overpakken bent. Want ja, dat is vaak voor Belgische bands in eigen land. En de gages redelijk indrukwekkend vaak. Maar ja, gewoon naar Baarle-Heer toch en het is al een pak minder. Dat is nou gewoon hoe dat zit. Maar ik voelde wel, het was goed. En dat is misschien nog een keer wel vooruit op de vraag. Maar dat was eigenlijk mijn tweede punt. De midlife crisis, het 40 worden. Dat was bij mij wel vanaf nu doe ik alles alleen. Ja. En was dat dan echt omdat je zegt, ik wil nu iets anders? Want wat mij wel opvalt in uw verhaal is zo een... Hoe moet ik zeggen? Een onlesbare dorst naar nieuw, naar leren, naar ervaringen, naar mensen, naar indrukken. Want ik wou het eigenlijk nog ook vragen. Je zegt van, ja, dat is een stukje des mensen dat je op een gegeven moment meer wilt. Is dat voor veel artiesten? Maar ik heb vooral bij u, en dat vind ik ook altijd zo mooi om te luisteren, die een drang, die een dorst, die nieuwsgierigheid, die... Ik kan niet voor elke muzikant spreken natuurlijk, dat zou heel verwaand zijn, maar ik ga het toch doen. Ja. Ze zijn allemaal zo. Ja. Allemaal. Het gaat ook niet anders. Ja. Het is ook, je wilt toch altijd meer. Degene die het niet willen, zijn ook degene die je niet kent eigenlijk. Okay. En dat hoeft niet per se negatief te zijn, maar je moet ook wel, denk ik, je moet ook willen slagen. Ja. Dat kun je alleen maar doen als je iets meer doet dan de rest. Mm-hmm. Dat zal in topsport ongetwijfeld hetzelfde zijn. Dat is met een bedrijfsbaas net hetzelfde. Het bedrijfsleven is dat even zo. Ja, er is ook niks mis met een 9-to-5 ambtenaar te zijn. Geluk is iets totaal anders. Ja. Maar als je de meeste mensen die in een band zitten, en zeker als het een bepaald niveau is, wij zijn allemaal een beetje gestoord. Je moet wel, anders kun je niet. Maar dat vraagt ook enorm veel. Mm-hmm. Want ik voel dat nu, want ja, ik doe nu radio, hè, waar ik eigenlijk... ik ben heel snel eigenlijk nog een andere kant gegaan. Hè, waar je vroeger
een andere radiozender, blij wordt dat je een interview mocht doen. Ben ik nu degene dat het interview doet? Ja, dat is wel... ik zie dat ook. Hey, ik heb nu het geluk dat ik heel veel van die bands op een andere manier leer kennen. En ook een leuke manier. Dat ik hun platen moet draaien of weet ik veel wat. Of dat ze op de podcast willen. Maar de reden dat ik daar ook goed in ben, is omdat ik weet wat dat is. Ja. Ik weet die een ongelooflijke bullshit dat je weer moet gaan verkopen omdat je niet plaat hebt. En diezelfde alles is goed nieuws show en... Het gruwelijkste woord van de laatste jaren, content maken, hè, wat we waarschijnlijk hier ook aan het doen zijn, dat is verschrikkelijk. Hè, je moet content maken, maar je hebt geen content, want je speelt muziek. Ja. Je hebt geen zin om daarna nog een of ander grappig filmpje te maken, want dat is niet wat ik doe. Zo, dat. En daarom dat dat nu ook tof is, want ik was afgelopen weekend in Pukkelpop en dat was fantastisch, want er is een heel nieuwe generatie bijvoorbeeld die dat wel doet, want die zijn ermee opgegroeid. Ja, een helft van de Pukkelpop-affiche eigenlijk heeft als oorsprong TikTok. En ik ga eerlijk zijn, ik heb dat ook even gedacht een aantal jaar geleden van, come on, wat is dit voor onzin? Maar dat is eigenlijk wat je niet mocht doen, want dat gaat er niet vooruit. Gewoon niet die een oude, daar zijn er niks mee. Daar kunnen niks mee doen. Voor die mensen, die een gordijn is iets anders. Mm-hmm. En dat is nu, ben ik eigenlijk ook wel heel gelukkig, omdat je weer die kans hebt om dat te zien. Mm. Want wat je zei, is wel helemaal waar. Het is een beetje ook verslaafd aan nieuwe dingen, aan verhalen. En dingen doen, plannen smeden. En ja, ik zeg het, ik kan zeggen dat ik... Dat ik op een lege worstelring in Cincinnati, Ohio, van 9 man tussen de rednecks gezeten heb, daar op het podium heb gestaan en daar letterlijk, op een worstelring, hè, maar geen coole, hè, zo'n vieze eigenlijk, die wel goed meegaf en waar ze dan zo die dingen dat je dingen denkt, of inderdaad, dat ik... In het privétheater van Ceausescu in Boekarest. Dat is dan na de val. En dan geven ze nu punkshows. En je zit daar te spelen in een perfecte kopie van het orakel van Delphi. Ja. Dat je denkt, hoe zijn we hier weer terechtgekomen? En omgekeerd ook. Hè, ik heb in ochtendshows van regionale tv-dingen gezeten. Met bands en artiesten waarvan ik dacht, dit is pure camp. Maar alles is een verhaal en dat is ook wel tof natuurlijk met podcasten. En ik denk dat er ook een deel is van waarom dat ook goed loopt. Mm-hmm. Ja, je hebt in 20 jaar ook wel wat meegemaakt. En nu cash ik eigenlijk harder om dat te vertellen dan dat je het toen deed. Ja. Maar dat is, ik vind dat zelf zo tof, want ik merk bij mezelf, hè, je zei dat er straks ook, er zijn op vandaag heel veel opinies en experten. En ik merk dat ik veel meer luister naar mensen waarvan ik weet, die zijn misschien in eerste jaren niet in de spotlight, maar die hebben daar wel gestaan op die worstelring en in Polen. En zo, die echte levensverhalen, ik vind dat veel boeiender en ik hecht daar veel meer belang aan dan iemand die al 5 boeken heeft geschreven en een academische onderzoek of studie heeft gedaan. Dat is ook waardevol, hè, maar het mag niet alleen dat zijn. Het moet zo ook... vanuit die praktijk komen. En dus die nieuwsgierigheid, die honger, die herken ik wel. Dat het gewoon doen. En dan hoe zot dat soms ook klinkt. En dan zul je wel zien waar je belandt. Ja, dat is die punkgedachte. Hè? Want punk is natuurlijk niet alleen de muziek. Hè? Want je ziet dat nu ook... De punkgedachte kan ook in een boek schrijven zijn. Dat kan ook in een bedrijf oprichten zijn. Dat is eigenlijk het do-it-yourself gegeven. Dat is de beste leerschool. En ik kan dat hier wel... oreren of zeggen, maar ik kom ook, zeker hoe ouder dat je wordt, ik kom ook keiveel mensen tegen in de dingen dat ik nu doe, wat super corporate is, want je doet televisie en ik werk voor DPG en voor een groot productiehuis. Maar ik kom nog altijd mensen tegen van dat ik zeg, wij hebben elkaar daar leren kennen. En dat geeft mij ook soms wel een soort goed gevoel. Het is een van de beste leerscholen dat er is. Hè. Als ik jonge bandjes zag, en los van de stijl, of dat het naar grindcore, dead metal, punk, of zelfs wat ze nu allemaal doen met beats, hè, die gasten wat die allemaal doen, dat is even punk. Hè. Dat is gewoon... En podcasten was dat voor mij ook. Nu niet meer, wat ik niet erg vind. 5 jaar geleden, 6 jaar geleden, 10 jaar geleden was het dat wel. Echt wel, ik bedoel, wat wij toen deden, dat was... En nu zie je dat alle grote mediahuizen er opgesprongen zijn. Mm-hmm. En nogmaals, ik vind dat niet erg, hè. Dat is een verandering. Mm. Maar nooit vergeten, de creativiteit komt 9 van de 10 van onder. Ja, helemaal mee eens. En dat is ook boeiend. En misschien dat ik...
10 jaar geleden of zo slecht gezien had geweest hierop? 10 jaar geleden had ik gezegd, allee, hier zijn ze. Ja. Nu zijn ze. Nou zijn ze er al. En dan komen ze gewoon zo festivals doen, dan zijn er workshops. Ik zie mensen soms dingen zeggen en denk ik, maar je hebt nog nooit in een leven een podcast gemaakt waar meer dan 10 mannen geluisterd hebben, maar dat geeft cursussen, dat geeft dit, dat geeft dat. En het zal zo zijn, en een podcast mag maar een half uur duren. En ik denk, een podcast moet juist niks. Dat is puur punk, dat is juist cool. Dit is toch fantastisch. Dit is niet mogelijk, hè. Dit is niet mogelijk. Dit was 30 jaar geleden niet mogelijk. Niet mogelijk. Dat konden niet betalen. Je had geen mensen die dat konden doen. Maar ik vind dat nu leuk. Terwijl misschien 10 jaar geleden had ik daar dan wel of zo wat over gezeurd. En nu denk ik, ik weet wat ik weet. Ja, je hebt het ook een stukje zeker in Vlaanderen mee in gang gezet. Ja, tuurlijk. Maar ik hoef er ook niet altijd een medaille voor te krijgen. Ik bedoel, nee, maar ik geloof wel in credit where's credit due. En daar is ook niks mis mee. Nu? Misschien niet. Nu? Maar je kijkt verder. Hè. Je bent ook altijd weer met andere dingen bezig. En... Allee, echt? Ja. Daar verschiet ik nog aan. Ja, moet toch. Ja, nee. En wat ik denk soms, maar dat is puur een persoonlijke mening, ik denk dat er vooral bij podcasts dat heel veel mensen snakken naar zo het unscripted. Mm-hmm. Ja. Het gewoon... Veel mensen, niet alle mensen. Hè, want ik werk bijvoorbeeld ook voor lineaire televisie. Mm. En dat is ook een van de dingen die je vaak ook hoort. Ja, wie kijkt er nog naar televisie? Hè? Dat is zo'n zin. Of ik kijk niet naar televisie, dus kijkt niemand naar televisie. En als ik televisie kijk, dan zie ik het uitgesteld. Mm-hmm. Of ik kijk alleen De Mol of Blind Gekocht of zo van die typische dingen. Al die dingen zijn waar. Dat klopt. Maar het is... De zin, ja, wie kijkt er nog televisie? Dat is hetzelfde als wie stemt er op het Vlaams Belang? Ja. En zo kunnen nog van die dingen zeggen. Ja, of wie zijn die mensen? Dat is ivoren toren shit. Absoluut. Daar zit er niks mee. Nee. Ik denk ook niet dat iemand dat iets tof doet in zijn leven, het zij succesvol in een job of iets leuk doet, zo denkt. Want als je die mentaliteit hebt, dan ga ik er niet verder. Ja. Kijk nog belachelijk veel Volk TV. Er is nog altijd een generatie... Mijn ouders. Van uw ouders. En hey, wat denk maar ik... Die, nog altijd. Die zijn niet overmorgen allemaal dood, hè. Nee. Hey, sommigen zullen misschien willen, maar dat is niet. Dus dat gaat dat misschien binnen 30 jaar iets anders zijn. Dat wel. Maar zolang dat nog blijft, is daar een markt voor. Ja. Wordt die kleiner? Absoluut. Ja. Maar we hebben soms hier wel vandaag de dag wat de neiging dat als ik het niet meer zie, dan is het niet. Nee, tuurlijk niet. Ik bedoel, ik werk ook voor de radio. No. Ik werk mezelf in een kleine digitale zender, maar ik zit wel naast de Q Musics en de Joy FM's. Dat zijn cijfers, hè. Mm-hmm. Dat is niet... Dat staat nog in duizenden werkvloerkantoren elke dag op. Absoluut. De Stubruus, de Radio 1, de Q's, de Joe's. Ja. Dat is niet zomaar, hè. Nee. Maar dat is ook wederom iets, dat evenwicht vinden, dat is ook wel tof. En ik geniet daar ook wel van, omdat... Nog het een is beter dan het andere. Het is de combi, want ik heb ook heel veel geleerd van corporate. En ik zie dat corporate ook veel pikt van underground, want dat is wel het gegeven. Wij leren zij stelen en claimen. Maar ja, dat is ook eigen eraan. Maar ja, het is het belangrijkste dat het eindresultaat goed is. Ja, en ik denk, hè, want bij Willy, waar dat je nu zit, ik geloof ook wel echt in ik geloof persoonlijk in niche. Een bepaald publiek en dat specifiek publiek echt proberen zo goed mogelijk te bedienen. Mm-hmm. En welke service dat je ook biedt. Maar ik vind het super schoon dat jij zegt van oké, maar het een is niet beter dan het ander. Ik denk dat ik het er straks nog letterlijk tegen u gezegd heb voordat we begonnen aan de podcast. Wat ik apprecieer aan Andries is, jij weet veel, jij doet veel. Maar wat ik apprecieer aan u, jij voelt u nooit beter dan een ander. En dat vind ik... Ja, maar dat is zeldzaam, hè? Ik weet dat niet, omdat dat gewoon op niks slaagt. Ik bedoel, je moet gewoon in je leven genoeg doen. Ik heb ook 5 uur Brazilian Jiu-Jitsu gedaan. Dat is een heel populaire grondsport. Dat is grondvechten. Dat zit een beetje tussen judo en worstelen. Maar met klemmen en wurgingen en dergelijke. Maar dat is een heel technische sport. Dat is eigenlijk... fysiek en technisch, maar dat is eigenlijk een beetje schaken met menselijk lichaam. Want je moet echt proberen armen te isoleren, nekken te isoleren. Superboeiend, ongelooflijk. Dat was gewoon omdat ik een enorme fan was van mixed martial arts. En wou ik dat ook doen. En nu doen we ook nog met podcasts en dergelijke. Maar toen was dat echt vechten. Ja, eerste training, ik zal ze nooit vergeten. Adinda was haar naam. Ze was 10 jaar jonger dan ik. Ze woog de helft. Maar dat was een paarse band. Ja. Binnen een minuut moest ik afkloppen, want ik was gewurgd door een vrouw.
van, wat zal ze wezen, 1,60 meter, die in shape, wat weegt, wat zal ze gewogen hebben, 50 kilo, max. Dat is waarschijnlijk, sorry als het minder was. Maar iemand te zeggen, dat is nederigheid. Mm. Dat is dingen, dat is ook, als ik zie online meningen, en ik ken ook vaak ook over mensen die op het debat wegen, ik begon geen namen noemen, kennen ze allemaal, die krijgen ongelooflijk veel shit. Ik heb met die mensen al eens aan tafel gezeten, los vanaf dat die net tof zijn of niet tof zijn, de meeste vind ik ook effectief tof, maar iedereen die ruig aan het doen is online, dat is niet zo plezant als je er alleen mee aan een tafel zit. Hè. Ik bedoel, als die beginnen praten, dan ga je echt niet zoveel meer kunnen zeggen. Dat, snap je wat ik wil zeggen? Dat is, je kunt je eigen niet beter voelen, want er is altijd wel iemand in de kamer die je meer weet. En dat soort hoogmoed komt vaak ook van een onzekerheid. Ja. En je zet daar ook niks mee. Als je dingen moet geregeld krijgen, je zit ook in een job, dat zal allemaal wel blazen. Dat is begrijpelijk. Hè? En ik zal ook al wel eens iets aangedikt hebben, meer dan één keer. Maar als er dingen geregeld moeten worden, of er zijn feiten, daar heb je niks aan. Nee. Je valt door de mand. En dat is hetgeen dat ik al eens gezegd heb, dat is een heel vervelend gegeven. Nooit iets doen waarvan je weet dat je dat niet kunt volhouden. En dat voel ik wel, dat je ouder dat je wordt, dat je wagen ook begint te omringen met mensen die dat ook hebben. Die dat ook zo. Ja. Mensen die allemaal zweven, de eeuwige projectontwikkelaars, die hangen ook vaak samen. En dat is ook moeilijk, want die vinden ook vaak dat als dat soort mensen arrogant zijn. En omgekeerd vinden dat soort mensen dan, ja, maar dit gaat nergens naartoe. Doen hij ziet. Het doen hij ziet, ik geef toe dat dat iets is dat bij mij ook al eens over mijn lippen komt. Maar dus 40 jaar midlife crisis. Afgewend, hè. Afgewend, hè? Belangrijk detail. Belangrijk detail. Maar ik noem het, als je 40 bent, dat is zo... Zeg je al 40 jaar? Ja, 42. Maar als je, jij nog niet, dat kan niet. Nee. Als je 40 bent, zeker als je een man bent of zo, 40, dan moet je precies richting midlife. Dat is in ieder geval een vraag die je gaat krijgen. Als vrouw ook. En, dus ik zeg dat ook altijd lachend, van ik heb gewoon een volledige carrière switch gedaan. En dat was iets dat ik eigenlijk al veel sneller had moeten doen. Ik ben een enorme controlefreak, maar eigenlijk is een controlefreak ook wel een beetje onzeker zijn. Dat is gewoon omdat je schrik hebt dat het niet gaat lukken dat en alles lukken. Moet... Terwijl dat op veel vlakken ben ik ook vaak gesprongen. Maar als het puur op mezelf of zo ging, dacht ik altijd van, ga ik dat wel kunnen? Terwijl als het met de groep was, we moeten morgenavond naar Ginder, dan deed ik het. Dus dat was een beetje dubbel. Hè? Maar op mijn 40ste jaar toch op een bepaald moment met de muziek wat gestopt en gedacht... Wat ga ik nu doen? Ga ik nu weer iets opstarten en weer eigenlijk vooral voor andere mensen dingen doen? Of gaan we nu eens iets proberen om het zelf te doen? Als je 40 bent, dat is fantastisch. Dat is een keileuke leeftijd. Vandaag de dag wil dat zeggen dat je nog een heel carrière hebt. Maar je hebt er wel nog maar één. Je hebt er geen twee niet meer. En dat deed je wel door. Van, goed, het was tof. We kunnen opnieuw beginnen. Maar... Begint nu wel iets te doen waarvan je zegt wat je zeker nog in je leven wilt doen en goed in wilt worden. Je moet er nu wel aan beginnen. Maar begint er nu aan. Ja. En dat was dankzij mijn zus, waar ik eigenlijk heel veel respect voor heb. Zeker, die is wat 5 jaar jonger, maar die is al veel langer zelfstandig. Die heeft me zeker ook echt geduwd van... word gewoon zelfstandige. Ik heb dat eerst in bijberoep gedaan, wat ik een hele leuke vond in bijberoep. Dat is ook makkelijk. Ik ben zelf ook zo gestart. Ja. Heel veel, dat is zo wat de overgang. Ja. Ja. Iedereen doet dat en er ook meer reden. Ja. Dat is ook qua administratie en qua druk. Weet je, als het is een slechte maand is, het is niet erg en dergelijke. En maar dan, 2020 eigenlijk, vlak voor de pandemie, ben ik er dan echt voor gegaan. En nooit meer achterom gekeken. En wat ik daar heel leuk aan vond, was dat... Dat ik ineens een platform had om al die verschillende dingen dat je al deed, om die zo in iets te gieten. En je wordt ook zelf verantwoordelijk. En dat gecombineerd met het feit dat ik wel echt zoiets had. Nu gaan we echt zelf dingen doen. Of in ieder geval meer aanwezig zijn. Uw eigen radioshow, ook in de podcast veel meer doen. Want wat ik mij dan wel afvraag, ik heb heel hard gehoord dat je er juist bent na 15 jaar bandlife en in een groep, ik kan me dat voorstellen dat dat heel intens is. Hè. In bedrijfsleven is in een team werken soms al een uitdaging, laat staan dat je constant toert en dag en nacht samenleeft. Nu wil ik iets voor mezelf gaan doen, dan de podcast begonnen, maar dan toch ook niet alleen, toch samen met Alex.
Ja, dat is goed gezien, ja. Omdat ik op dat moment eigenlijk het idee... maar dit is by the way geen negatief stuk, maar dat was eigenlijk ook weer een keerpunt, omdat ik had dat idee, ik een beetje wat hier is of zo. Hè. Ik was ook net verhuisd, dus je moet zo je kamer oprichten. En ik had heel veel muziekmateriaal. Ja, ja. Het gruwelijke woord, de man cave, omdat we geen beter woord hebben. Maar ja, dat was natuurlijk. Ik heb dat veel hoort platen. Ook wel bij een midlife. Ja, heel bij een midlife. Maar dat was bij mij ook omdat je, ja, muziek, dus dat is veel platen. Ik had ook echt veel te veel. Ja, ja, ja. Dus je richt dat in en meestal is dat bij mij, was dat een muziekstudio in het vorige huis. Maar ja, ik deed geen muziek niet meer. En toen dacht ik, ik luister al jaren naar podcasten. Ik wil dat eigenlijk doen. Niet als in van, dit gaat het grote nieuwe ding worden, maar gewoon van dat leuk. Mm-hmm. Eigenlijk heel dat concept dat het is en wat het tot op de dag van vandaag nog altijd is, is eigenlijk in mijn kop gevlogen, op een mailtje gestuurd naar Alex. Van, omdat ik wel zoiets had, ik durfde het toch weer niet alleen. En nu ben ik er ook heel blij, want ik ben er 100% zeker van dat het dan ook waarschijnlijk niet daad geweest. Mm-hmm. Misschien dat ik dat nu wel zou kunnen, maar dat telt niet. Hey, achteraf gezien is alles makkelijk. Maar dat was inderdaad ook wel weer van, ja, je doet het niet alleen. En ook die eerste 4-5 afleveringen was er ook heel weinig. En toen heb ik al op bepaalde momenten gedacht, oké, nu ben ik weer hetzelfde aan toe wat ik altijd doe. Mm-hmm. Namelijk, je hebt een idee, je doet alles, je vertrekt. Maar eigenlijk, je stond eigenlijk nooit... Je pakt niet de front stage. Nee, als de bloemen worden uitgedeeld of zo, dan is iedereen weet wel dat jij dat doet, maar je mist wel iets. En dat is heel natuurlijk gegaan, er is ook... Dat is ook iets waar ik pluim naar Alex. Want je kunt geen, natuurlijk gunt je mij dat, maar je moet dat moet ook groeien. Mm-hmm. En dat is ook goed gegaan. En ik heb ook die kans gehad. Ik heb die ook gepakt, die kans. Maar ja, dat was ook nooit, zeggen, je hebt ze vooral zelf gecreëerd. Ik heb ze gepakt, maar er was ook niks ambetant. Dus dat is ook gegroeid. En dat is natuurlijk van één ding naar een duo gegaan. En dat heeft heel veel gedaan voor mij, absoluut. Mm-hmm. Alles, dat is erg, maar we leven vandaag in de dag dat je profiel gewoon groter wordt. Hè. We hebben Twitter al vaak laten vallen. Er zijn ook mensen die heel veel beroepsopportuniteiten krijgen, gewoon omdat ze een following hebben. Mm-hmm. Hoe oppervlakkig ook. Ja, dat was voor mij natuurlijk niet anders. Ik had die radiojob nooit gehad als ik niet al... als we niet dat hadden. Maar het is wel goed opgemerkt. Ook daar was ik eigenlijk weer in het oude stramien begonnen. Maar toen had ik zoiets... Nee, 2018 was dat. Dus echt het jaar dat ik 40 was. Dit gaan we niet meer doen. Mm-hmm. En sindsdien is dat ook wel iets dat ik niet meer doe. Maar ik heb dat ook wel moeten leren durven. Want dat is wel... Dat is een drempel, hè? Achteraf. En ik heb dat nog niet vaak verteld. En achteraf is dat altijd heel raar. Omdat... Ja, zeker voor mensen die naar podcasts luisteren, Welcome to the AA, is wel, dat is niet iets dat, wat we mensen zeggen, dat klopt niet of dat slaagt nergens op. Dat is iets in die wereld, een begrip. Maar ik herinner me nog, alsof dat gisteren was, de dag dat ik gewoon op mijn Instagram, we hadden dan zo foto's laten pakken, en ik wou dat dan wel posten of zo, van we gaan eraan beginnen. Eerste aflevering maandag. Dat is een klatsje en beginnen typen en doen. En ik heb echt met en dat is raar als je mij kent, maar echt met bibberende handen op die postknop op mijn telefoon gestuurd. Omdat ik letterlijk dacht, de seconde voordat ik dat postte, wie denkt je eigenlijk wel dat je zei eigenlijk? Dat je zo aan de micro, dat wij zo wat gaan doen. Wat heel raar is als je de rest van het verhaal hoort. Maar natuurlijk, wel slim genoemd weten, ja, niet belachelijk doen. Ja. Stot hier. Je zit deze aan het doen, nu zit de wagen niet aan het wijs maken. Dat is zo van die valse bescheidenheid. Je wilt dit. Maar toch, even gezucht, even spannend. Op cent gedrukt. Ja. Dan kwamen die likes en die berichten. Ja. Tuurlijk, en dit en dat. Ja. Oh ja, het er twee zijn dat we moeten doen en bla bla bla. En amai. En week nadien was dat onmiddellijk. Ja. Dat was dat was waanzinnig van aflevering 1. Dus ja, op dat moment denk je, stel voor dat je niet op die cent knopt. Dat je toch had gezegd van, nee, toch maar niet. Toch maar niet. Dus zo dicht lag het. Mm-hmm. En dan voelde ik wel van, ja, dat is het volgende stap. Dus dat was wel een belangrijk punt in mijn leven, dat ik dacht, je moet jij niet bang zijn. En eigenlijk, als je rondziet, we leven onder mensen die gewoon totaal geen schroom hebben. Hè. Schroom... Dat is een heel raar ding. Hè. Ik heb dat echt wel te veel gehad. Of er zijn misschien mensen die dat echt te weinig hebben. Dat is hoe dat je het ziet. Ik denk dat soms denk je dat het een van de twee is. Ofwel heb je te veel, ofwel heb je te weinig. Ja.
Maar het is zot hè, hoe dat, dat zit, want ik zie ik mensen soms dingen doen. En ik bedoel, ik herinner me nog het bedrijfsleven, dat zal zeker, zullen mensen zeker nog kennen. Zeker als je zo in van die corporate bedrijven zit met veel omzet. Af en toe moeten er dan zo van die workshops georganiseerd worden, dat je zo'n dag iets kunt gaan doen. Mm-hmm. Wat ik daar gezien heb. Maar echt, dat zijn de charlatans van nu. Hè. Mensen die gewoon een halve dag factureren voor zo'n hoop 30 man te gaan bezighouden met een of andere lachtherapie of ja, zo iets met Lego-blokken en een soort teambuilding-ding, dat ik denk, wauw, dat moet toch fantastisch zijn dat je zo elke keer naar je werk gaat, ongelooflijk hard factureert en ja, niks dat te verkopen en toch blijft dat gaan. Een soort imposter-syndroom. Ik wou het juist zeggen, is dat iets dat je nu nog altijd hebt? Nou, want hè, na al hetgeen dat je al hebt neergezet, heb jij nu nog altijd zoiets van, ja... Wat kom ik hier nou eigenlijk vertellen of doen? Nee, of... dat heb ik niet meer. Ja, nee, okay. Dat heb ik niet meer. Nee, dat, ik, allee, liegen doe ik niet graag. Gelukkig. Nee, dat heb ik niet nee meer. Maar ja, maar, het is ook bewezen dat het werkt dan. Maar wel, dat is ook omdat je ouder wordt, dat je ook leert, je doet ook geen dingen dat je niet kunt. Ja. Je moet soms een stap, je moet soms durven springen, maar ik zal zelden springen als ik niet op zijn minst even gekeken heb wat er is. Of, want je krijgt natuurlijk wel aanbiedingen. Hè. Hoe meer dat je doet, en zeker als je in de media, je doet radio, dat is, en ik doe ook heel veel online dingen. Dat is de heel toffe dingen bij, want ik voel me ook heel goed in het online. Hè. Het online lineaire zelfs. Zelfs in het commerciële, dat is waar ik het liefste aard. Omdat de druk daar ook iets lager is. Je kunt er ook meer jezelf zijn dan als je echt op tv of dat soort dingen komt. Of dan toch nog de punk. Dat de punk, ja. En het is ook echt aangenamer. Je kunt ook meer doen. Ja. Dus ik ben daar ook, ik voel me daar ook veel geruster. Maar nee, ik heb, ik weet wel, dat zou echt heel van die Vlaamse valse bescheidenheid. Ja, want ik vind het heel mooi. Ik vind zelf ook grote fan van nederigheid. Maar nederigheid wil niet zeggen dat je je eigen waarden en kwaliteiten niet er mocht leggen. Hè? En er niet, die er mocht zitten en daar ook trots op zijn. Ik vind valse bescheidenheid, dat is de hoogste vorm van arrogantie. Ja, absoluut. Dat is een heel Vlaams iets. Heel Vlaams. Dat is een enorm Vlaams iets. De pretentieuze underdog, dat is echt iets dat... Ja, dat zal waarschijnlijk als je een of andere... En dan nog het vingerje erbij. Een soort geschiedkundige, antropologische, whatever studie zal dat wel uitwijzen. Het zal wel iets te maken hebben met onze geschiedenis. Onze overheersing constant door al de buurlanden. Ongetwijfeld, maar dat is vooral ook omdat wat daar onnozel aan is, los van alles. Want zeker de Antwerpenaren wordt vaak verweten dat ze dat het minst hebben van de rest van Vlaanderen. Wat ik begrijp van het Vlaams standpunt, want dat is ook zo... Maar niet als je... Want wij zijn nog altijd veel bescheidener als je Nederlanders of Fransen of weet ik veel wat zie. Nu, dat is ook iets tof, hè, want wij hebben ook enorm veel kwaliteiten. Maar valse bescheidenheid, dat is ook niet meer van de tijd. Omdat eens dat je het gezien hebt bij iemand... Ja. Dan wordt dat heel irritant. Klopt. Dan zie je niks anders. Ja, en je voelt dan ook gewoon dat dat niet echt is en dat dat... een manier van aandacht vragen wordt op een gegeven moment. En dat, ik vind dat ook heel, heel irritant. Je durft gewoon zeggen wat je vindt, waar je voor staat, wat je goed kunt. Dat is even sterk als ook gewoon of durven zegt, zeggen wat je niet kunt. Of zegt niks. Of zwijgt. Je moet niet al een tijd je verwezenlijkingen doen. Nee. Ik doe dat ook niet alleen als ze het me vragen of zo, maar dan doe je dat omdat dat hier in de... Maar zegt dat niks, maar zo, het, zo gaan... Zo, toch staat je mond niet stil. Toch komt daar iets uit dat ik denk... Iedereen weet wat jij eigenlijk kon doen, zei. Maar... Niemand is hier iets mee. Niemand is hier iets mee. Ik hoor nu er straks zeggen van, eigenlijk al de dingen dat ik gedaan heb, behalve dan de salesjob, dat ging altijd wel. Ik heb dat goed gedaan. Ik denk dat uw drive en nieuwsgierigheid en het vastpakken daar een heel grote rol in heeft gespeeld. Maar zijn er zo dingen waar je spijt van hebt? Ik denk een band wel. Dat is voor een groot deel succesvol geweest, maar op het einde denk ik ook dat we wel daar ook in gefaald zijn. Maar ik zie dat niet zelf als die salesjob natuurlijk. En waarom in gefaald? Omdat je... ik heb daar iets geleerd dat op zich... Ik heb geen spijt van de beslissingen dat we genomen hebben, maar ik denk dat... Een schip kun je niet met 5 sturen. Okay, en dat is ook weer een cliché en een spreuk die je kan tellen, maar dat is echt wel echt nee, zo. Dat is ook zo. Op een bepaald moment kiezen ook voor vriendschap. Want ik ben een grote fan van vriendschap en ik ben ook een grote fan van
dingen meemaken en ook altijd nog door dezelfde deur heen kunnen. Want als wij nu daarover praten, dat zijn topavonden. Als je met de X-bandleden, omdat het zo leuk is, omdat je... Ja, dat is uniek, hè. Dat is een avontuur, dat is afgesloten, maar je hebt dingen meegemaakt. Hè. Want je kunt dat blijven verhaal vertellen, maar niet al die verhalen zijn ook zo interessant, maar je waart erbij, of je had to be there. Maar dat is fantastisch. Maar, dus daar ben ik heel blij om, dat we dat nog allemaal wel hebben. Maar ik voelde ook wel, als je op een bepaald moment toch naar dat volgend niveau had willen gaan, je had dan alle beslissingen moeten pakken. En dan had ook beslissingen kunnen geweest zijn die voor mij niet goed waren, hè, voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. Want ik had net als die andere vier ook mijn aandeel in het feit dat het net niet was. Hè. Mm-hmm. Op internationaal niveau, hè, bedoel ik. Hier was dat goed genoeg, maar internationaal voelde van, ja, ik zeg altijd, wij waren een beetje... Ja, een beetje een Racing Genk of zo, dat in de Champions League terechtkwam of zo. Van, ja, je bent in eigen land, lukt het, maar dat is ook zo klein hier. Ja, dat is ook veel makkelijker. En dan kom je ineens Real Madrid tegen en dan blijkt dat het toch niet allemaal zo geniaal is. Maar je moet daar natuurlijk, je moet daarover geraken. En dat is niet gemakkelijk. En ja, dan moeten moeilijke beslissingen pakken. We hebben die nooit genomen, of ik heb ze nooit genomen, omdat ik het altijd wel dacht, volgens mij, zelfs al doen we... Nemen we de harde beslissingen, breken we vriendschappen, want heel veel biografieën van bands eindigen altijd met mensen die niet met elkaar spreken. Uw lievelingsartiest, sowieso heb je meer vijanden dan dat je... Mm-hmm. Anders kom je daar niet. Mm-hmm. Ik denk dat het bij ons niet had uitgemaakt. Ik denk dat het de absolute top er niet in zat. Mm-hmm. En dat was voor u de keuze voor vriendschap belangrijker. Ja. En dan het ook zoiets van, we hebben wel een fantastisch parcours gedaan. Ja. Je zit ook op je leeftijd. Sommige dingen zijn ook, en dat zul je ook wel kennen, voor ons, it's a young man's game. En dat is iets dat je ook merkt. Ja. De stijl dat wij deden, konden nog wel wat langer rekken, maar je ziet dat ook als je iets in een pukkel pop, of je ziet dat ook bij subculturen. Er is ook een tijd dat je... die intensiteit voelt. Mm-hmm. Maar dat wordt ook moeilijker als je ouder wordt. Dat wordt ook moeilijker als je kind hebt. Wat heel tof is, hè. Schoonste dat we eens overkomen, maar het wordt anders. Ja. Intensiteit is iets dat zorgt voor creativiteit. Ja. Elk gevoel heeft ook een tijd in je leven. En als dat afgesloten is, moet dat ook... Dat is een beetje waardig ouder worden. Ja, of zo. Absoluut. En hè, de overjaarse... en weet dat bijvoorbeeld ook is, hè. Mijn vrouw zei dat heel goed, want die is... die is fantastisch daarin. Die had nooit iets met de muziek, maar die was altijd wel enorm supportive. Mm. En die was ook altijd, als die de grote dingen zag, dan zei hij ook, deze is fantastisch, en de lichtshows en alles. En als we weer iets gedaan hadden, stonden in de charts en alles. Maar zei hij altijd van, amai, cool, wat gaan we dan doen? Ze? En toch niet evident. Maar ik weet wel, dat laatste jaar, dan zei hij ook soms dingen van, als we in het buitenland, dat het toch echt wel maar het café was of zo. Mm. En alles is cool dat je op een groot podium staat. En met goed licht, maar in een klein café, dus it ain't charming anymore soms. En dat dan voelde ook wel, dan kon hij soms wel zoiets een opmerking maken, waarvan ik dat wel binnenkwam, dat ik zo wel dacht, misschien heb je wel een punt. Ja. En soms, en ik kan ook geen namen noemen, maar soms zie ik ook nog wel dingen zo, waarvan ik denk, ja, uw tijd is eigenlijk wel voorbij. Mm-hmm. En dat is slecht dan een sporter soms ook, hè. De match te veel of het gevecht te veel doen. Ja, soms in artistieke dingen kun je dat ook hebben. En ik denk dat we op tijd gestopt zijn. Ja, ik zal het daarbij houden. Ja. En ook als ik dan zo... Oh, ik kan ook even wollig zijn. Als ik dan zo hoor... Ja, de vriendschap was uiteindelijk belangrijker. Dan denk ik, ik vraag me soms af of dat veel muzikanten zich het achteraf niet beklaagd hebben. Dat ze misschien ook ooit niet die keuze gemaakt hebben. Mm. Om voor de vriendschap te kiezen? Ja, om voor de vriendschap te kiezen. Dat hangt er vanaf. Bezop. Along the way hebben wij ook slachtoffers gemaakt. Hè? Ja, ik bedoel, er zijn ook mensen waar je niet meer tegen spreekt. Klopt. Dat is eigen aan het traject. Ik denk ook als je een bedrijf opricht. Absoluut. Dat is ook niet alleen vrienden. Dat kan ook niet. Nee. Hoe erg dat ook is, dat zou tof zijn. Maar als je dingen wilt bereiken, dan sneuvelen er vriendschappen. Ja. En dat is hard. Hè? Dat klinkt zo. Ik vind dat nog altijd een van de moeilijkste dingen dat daarbij komen kijken. Wat jij doet, dat zou ik niet graag doen. Dat is ook een van de redenen dat ik graag alleen werk. Mm-hmm. Omdat je dan... Maar één iemand hebt waar je kwaad op moet zijn. Mm-hmm. Tuurlijk, ik kan gewoon in teamverband werken. En als je voor tv werkt, zitten met zoveel mensen, dat minder opvalt. Maar als dat een klein ding is, iets heel klein... En bedoelde dat dan omdat je niet goed dingen kunt uitbesteden? Of? Ja, omdat je als je doel heiligt de middelen... Mm-hmm.
Maar ja, soms zitten samen te werken met iemand waarvan dat je door het, daar gaan we niet mee geraken. Nee, op die manier. Ja. Ja. En als je alleen bent, ben jij ook de enige dat de prijs betaalt voor harde keuzes. Ja. Ja. Maar als je met een team of met anderen, dan betalen soms andere mensen de prijs voor, ja, voor keuzes die jij maakt. En ik heb gelukkig nog niet dat soort hele harde keuzes moeten maken, maar de dag dat dat ooit gaat gebeuren... En ik weet dat die gaat komen. Ik denk dat ik echt ga wenen in mijn bed of zo. Ja. Ik ga het niet op LinkedIn zetten, maar... Nee, maar ik snap het. Omdat vaak als je... En ik denk dat dat voor heel veel dingen is, of toch althans voor de dingen dat ik gedaan heb, die toch redelijk uiteenlopend waren, je moet een lijn volgen. Mm. En dat is... De lijn is zo belangrijk, omdat je moet consequent zijn. Zowel artistiek als zakelijk, als wat je wilt uitschijnen, je imago. Dat is allemaal, daar kunnen uren en uren en brainstorms en powerpoints en marketingafdelingen bij zijn. Maar eigenlijk draait dat maar om één ding. Je hebt iets goed en je wilt er niet van afwijken. Je moet proberen om dat te houden. Ja. Het is niks zo erg als iets de ene dag dat is en de andere dag iets compleet anders. En in dingen als muziek heb je dat soms bands die van stijl veranderen of imago veranderen. En wij waren daar met momenten ook, hebben we ons daar ook schuldig aan gemaakt. Waarom? Omdat je zoveel meningen hebt. Omdat de ene vindt en dan krijg je compromissen. En dat is bijvoorbeeld iets... Ik denk dat er vandaag de dag niet gemakkelijker op geworden is met social media. Nee, zeker. Maar dat is wel iets dat ik bijvoorbeeld gezworen heb, in de mate dat het kon, om geen compromissen niet meer te sluiten. Ja. Dat is niet hetzelfde als vervelend doen, maar gewoon... Het helpt niet. Alle dingen dat je in je leven tof vindt, cool vindt, boeken dat je gelezen hebt, mensen waar je naar opkijkt, dat is 9 van de 10 zijn dat mensen die misschien maar een heel klein idee hadden, maar die zijn er wel, die hebben dat volgehouden. En dat kost soms vriendschappen. Omdat iedereen vindt altijd dat hem gelijk heeft. Ik vind dat, jullie vinden dat ook. Mensen van de techniek vinden dat ook. Dat is logisch, dat is tof ook. Dat is ook een beetje nieuwe zuurstof. Ja. Maar ja, als je iets moet doen, dan... Ja, dat is keuzes maken. Hè. En zeg je dan nu, hè, uw tweede carrière, nog grote dromen? Of grote toekomstplannen of dromen? Of dingen dat je zegt van, dat zou ik nog willen doen? Of... Maar ik denk wel... ik zit nu wel op een punt dat ik bijna alles wat ik doe, dat ik dat leuk vind. Dus ik besef wel dat dat enorm leuk is. Ja. Dus dat, als ik dat kan rekken tot... Het einde. Daar zijn we nog niet, hè? Het einde, ja, dan zal ik heel gelukkig zijn, denk ik. Ik denk dat dat ook wel... als je ouder wordt, dan weet je ook heel goed, begin je goed te snappen wat je kunt en wat je niet kunt. En ik weet heel goed wat ik niet kan. Ja. En dat is heel veel. Maar ik weet gelukkig ook heel goed wat ik wel kan. Wat je wel goed kunt. En daar ben ik ook heel blij om. En dat zorgt er ook wel voor dat als je... dat weet, dan kun je ook je pad een klein beetje kneden. Ja, ja. En af en toe moet ik het nog altijd doen, want het klinkt naar stom, maar dat salesding, wat ik niet leuk vond aan sales, namelijk dat cold selling, vandaag de dag moet je dat af en toe ook nog wel eens doen. Het is niet meer zo cold als vroeger, maar het is nog altijd wel dat je iemand moet bellen voor een tv-programma, van dat je zegt, gaat jij willen meedoen? Het is, je hebt iets nodig van iemand. En iedereen kent dat gevoel. Het is altijd lastig als je iets nodig hebt van iemand. Het is veel leuker als het andersom is. Als je het kunt geven, ja. Maar af en toe moet ik het nog doen, maar ik voel nu ook wel, ben ik er ook rationeler in, en weet ik ook, dat is niet plezant, maar al de rest wel. En je doet dat gewoon. Dus de dromen, ja, de onafhankelijkheid, dat wil ik echt wel houden. Ook al doe ik veel corporate, heb ik geluk met Willy dat een start-up is, maar televisieboot, heb ik een fantastische job, omdat ik ook daar in een cel zit, dat ik mijn ding kan doen, maar dat is natuurlijk wel, het zijn opdrachten dat je uitvoert. Maar ik vind de combinatie met iets van jezelf te hebben, dat is voor mij persoonlijk, is dat wel hetgeen dat mij mentaal oké houden of zo. Ik vind dat, ik bedoel, ik kan geen uitspraken doen over dingen waar ik niks over weet, maar ik zou denken dat heel veel mensen die het moeilijk hebben, als je gewoon van jezelf iets kunt vinden, dat mag een eilandje zijn, hè, en dat je niks met succes te maken, maar gewoon iets waar je je ei in kwijt kunt en dat wel iets doet, hè. Want succes kan ook zijn dat je, dat is maar iemand die zegt, hey, dat vond ik tof, of dat is goed gedaan, kan genoeg zijn. Dat kan zoveel helpen om dat bestaan dat we allemaal wel kennen, om dat aan te kunnen. En dat wil ik wel houden. Ja. En mijn droom is eigenlijk om dat te kunnen vasthouden. Ja. En hoe verder ik daarin kan geraken,
hoe meer buffers dat ik waarschijnlijk zal kunnen opbouwen. En dan heb ik het niet over financiële buffers, maar nee, gewoon over opportuniteitsbuffers, of hoe dat je het ook zult noemen, om dat zo lang mogelijk te kunnen doen. Omdat, en dat, komt, dat is het laatste wollige, en dan stop ik echt met wollige stuff. Maar niet van, if you can dream it, blablabla, die shit niet. Maar wel, er is wel nog altijd plek voor punk. Er is altijd plek voor iets van jezelf te doen. Mm-hmm. En dat is vandaag de dag zelfs, vind ik, nog veel makkelijker, omwille van het feit dat techniek zo toegankelijk alles is toegankelijk geworden. Want dat is niet alleen met podcasts. Hè. Dus je kunt ook video's maken. Oh, ook met een TikTok. Een boek schrijven. Ja. Vroeger een boek schrijven, dat was voor de happy few. En dan nog, nu, kun je perfect een boek schrijven, je kunt jezelf uitbrengen. Mm-hmm. Okay, je zult dus misschien een kleine investering moeten doen, maar je hebt webshops die allemaal maar een klik verwijderd zijn. Je kunt je eigen ding zijn. Ja. En dat is zo opwindend en zo tof. En dat ben ik vooral heel blij, omdat ik dat ik wel de generatie ben die nog net heeft meegemaakt hoe moeilijk dat het was. En dan dat je meegemaakt dat begon te veranderen. Ja. Want dat is echt een olifant in de kamer. En dat is een beetje zoals peper en zout. We vinden dat heel normaal. Maar internet, sociale media, dat is tot op de... Ik begrijp, als je natuurlijk geboren bent in eind jaren 19 en zoiets... Okay. Ja, dat is normaal dan. Waarschijnlijk zal eens een middeleeuwer zeggen, hey man, stromend water. Begint dat eens te appreciëren. Het is juist hetzelfde. Hè? Maar dat is wel zo cool dat je alles zelf kunt doen. Ik vind dat nog altijd, als je die YouTubers ziet of die online content creators of hoe dat die denken, dat is zo boeiend. En dat is al in het bedrijfsleven net hetzelfde. Mm-hmm. Ook, probeer dat te volgen, al die crypto-stuff en NFT's. En soms denk ik ook, Oké, dat zal voor morgen zijn, maar het feit dat dat kan, dat is... Maar dat typeert u ook, het feit dat jij dat als iets positiefs ziet en als een opportuniteit en daar nieuwsgierig naar zijn, want er zijn evenveel mensen die dat als een bedreiging zien en die in protectionistische krampen schieten. Ja, die daar niet direct iets mee doen. Zoals je dan ziet bij u, bij die podcast is het er ook direct opgesprongen. Mensen kunnen zo denken, wow, inderdaad, zoals jij zegt, heel overweldigend allemaal, maar niet voor mij. Dus ik vind dat wel knap dat je dan zegt van Omdat je met kwaadheid zette niks. Nee, ik ben in mijn leven ook veel kwaad geweest. Hè. Ik bedoel, er is een reden omdat je met punkmuziek begint. Hè. Dat is niet omdat je keigoed gezind bent. Dat doen ze niet. Hè. Maar dat is wel... je wilt dat kwijt. Mm-hmm. Maar ik heb ook... bijvoorbeeld, dat is ook zoiets... Soms, iedereen kent de oorlogen online en typen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, wat heel veel mensen van mijn generatie hebben, die bijvoorbeeld in punkmuziek of in metal of in rockmuziek of weet ik veel waar in muziek zijn opgegroeid, die hebben wij hadden messageboards. Zo, dat was zoiets eind jaren 90. Forums en zo. Forums. Dat was eigenlijk een soort... Ja, dat was het begin van internet. Dat was iemand die zette een soort... letterlijk een forum en je kon typen. Ja. Maar in C was dat hetzelfde. Het is niet dat in 2000 mensen minder bedweterig waren of vonden dat ze gelijk hadden. Maar het is juist hetzelfde. Dus dat weer ook evenveel getypt op dikke klavieren en dat weer even hard niet geluisterd naar elkaar en even hard grof gedaan en veel meer praat dan in het echt. Mm-hmm. Maar ja, in 2003 was dat voorbij en wij waren daar ook allemaal beu. We hebben dat allemaal gehad. En daarom denk ik dat nu ook zo... Ik zit naar die oorlogen online te zien, denk ik... Dat hebben we 20 jaar geleden. Het is altijd hetzelfde. Ik laat mij er heel af en toe nog toe verleiden. Ik weet het. Maar dat is meestal als ik zelf slecht gezien ben of mijn facturatie aan het doen ben. En dan zo wat afleiding. Die illusie heb ik niet, dat het niet uitmaakt. Dat maakt niet uit. Ik lees die wel eens graag zo... De reacties op Highland of zo, daar kan ik wel gretig door. Ja, maar dat is nog iets anders, omdat er nog een soort... Maar je ziet echt, soms zitten echt discussies waar je zegt, dit wordt geveinsd, dat dit een intellectueel gesprek is. Maar dat is dat niet. Nee. Dat is gewoon ventileren. Ja. En ik lees dat ook keigraag, maar ik weet wel, gaat daar niet meer verder. Nee, en dan voelde wij ook slecht. Ik herinner me vroeger, dat je dan weer iets getypt had, dat je dacht, over. Ja, dat dan weghalen, dat is dan ook onnozel. Stress, niet doen. Nee. Dus, die kwaad, dat is bij mij weg. Ik heb nu zoiets... ik vind ook die jeugd of zo, dat die bezig zijn, dat is onhun. Ja. Het is echt onhun. Er is nog nu fijn. Ja, wij kunnen nog genoeg andere dingen doen. Hoor. Ja. Wat is er zo bij u blijven hangen, als je zo heel dat verhaal hoort? Goh.
Ja, ik denk vooral wat je op het einde zei, dat je, allez, je hebt dan eigenlijk het verhaal begonnen met eerst het groepje van 15 mm-hmm. jaar en dan de befaamde midlife-crisis. Waarbij afgewend, dat je dan, afgewend. Ja, de af, sorry. De afgewende midlife-crisis. Belangrijk. Dat is nog niet bijgebleven, maar ja, nu, het is ont- ja. Maar waar dat je dan zegt, van, ja, dan ben ik echt totaal, heb ik een totale carrière-switch gedaan. En ik was toen eigenlijk al aan het denken, goh, totaal, allee, ça va wel. Er komen echt heel veel dingen in terug, wat dat je ervoor ook deed. Als je dan kijkt naar de muziek, of toch het meest, allee, toch wel wat in de belangstelling staan, of in de, mm-hmm. ja, hoe zeg je dat, echt in de media komen of zo. Dus ergens zag ik dat dan ook niet direct als een hele grote switch. Uiteraard is dat voor hun een grote stap geweest. Maar dan zeg je ook, in, allee, op het einde ook zelf, van ja, ik ben wel blij dat ik gevonden heb wat ik nu graag doe. En ik denk dat dat een beetje is wat dat wel bijblijft. Ook al lijkt dat misschien een hele grote switch, in die end doe je gewoon waar je goed in bent. En dat komt wel terug op hetzelfde pad of zo. Of is dat... Ja, dat vindt zijn vorm wel. Ja, je moet dat wel durven. Hè. Soms, want dat is wel hetgeen dat ik wel heb of zo. Natuurlijk, als je dat zo vertelt, dan is dat vlot. Maar ik heb ook vaak... Ja, ik wil zeker... Ik heb vaak ook niet gedurfd of zo. Mm. Maar wat ik nu wel rust in vind... Ja, er zijn, ik bedoel, iedereen kent dat. Je hebt wel zo'n neef of een nicht of zo, die op hun 17e al zaken aan het doen waren en die ongelooflijk goed zijn. Iedereen heeft zijn eigen tempo. Ja. En je hebt geboren ondernemers, je hebt geboren creatievelingen. Ik bedoel, ik heb ook wel bijvoorbeeld... ik ken niet goed, maar een beetje halve aangetrouwde familie of zo. Een enorm beroemde kunstenaar. Echt een van de grootste kunstenaars van zijn generatie. Dat is iemand dat ik toevallig... Ik ken die niet goed, maar die zat ook soms op familiefeesten. Die was altijd kei lief, maar dat was... Achteraf is zoiets... Ja, natuurlijk. Dat zat er altijd al in. Maar ik kan daar nu naar kijken en denk ik... Wauw, die is... Je moet het ook doen, hè? Van 28 en die staat hier al. Dat is echt internationaal niveau kunst al. Dus dat is echt... Die is weg. En ik denk van, wauw, die is op deze leeftijd... Staat die al, hangt die al in New York overal en is dat de kunstheld van dit land. Wauw. Maar terwijl... Ja, bij mij is dat misschien wel later of zo. En daar moet je ook vrede mee nemen. Dat, ja, en dat is cool. Het kan altijd nog. Maar het kan ook, tempo. Het kan ook nog. Dat is het leuke. De 40, je kunt zeggen... Oké, wat gaan we nu doen? Zo, terwijl dat je toch voelde bij de generatie van onze ouders dat 40 was wel kijken... Dan beginnen we uit te tellen naar het pensioen. Hè? Ja, en dat is niet... Nee. Ja, dat, maar het gaat toch veel over leren durven. Mm-hmm. Je kunt veel dit doen, en dat kan zelfs verstandige klap zijn, maar iets doen. Ik heb het ook... Ik heb zotte dingen gedaan, zo in bands en zo. Dat ik denk, maar dat durfde dan wel. Maar dan soms zekerheid opgeven. Wat je toch moet doen als je zelfstandige wordt. Ja. Dat was toch iets dat ik dacht... Goh. En uiteindelijk doet het en kijk er niet meer achterom. Maar achteraf is dat natuurlijk heel gemakkelijk om te zeggen. Natuurlijk. Ja. Maar dat je ervoor staat, inderdaad. Ja. Wat dat bij mij vooral blijft hangen, zijn, ja, ik heb het al een paar keer gezegd, hè, zo inderdaad, die durf, maar ook die nieuwsgierigheid. Ik denk dat die twee elkaar wat versterken. Die nieuwsgierigheid, die drive en het aan doen, je eigen toch elke keer uit die comfortzone halen, uit die onbedwingbare drang naar kennis, naar ervaring. En dat vind ik gewoon mooi. Maar we eindigen ook altijd zo met dezelfde vraag. Om iedereen is... Als jij nu zo terugkijkt naar 20-jarige Andries... En het kan natuurlijk niet. Maar stel dat je die nu, met hetgeen dat je nu weet, een tip of advies zou kunnen geven, wat zou je hem vertellen? Dat hem sneller moet durven. Mm. Ja, dat zou ik exact. Langs de andere kant, dat is misschien te rationeel. Misschien had ik dan ook niet gedaan wat je nu doet. Dat is ook schoon aan een pad, natuurlijk. Ja. Uiteraard, zeker als het een pad is zoals dit, hè, als natuurlijk heel erge dingen gebeuren, is iets anders. Maar... Mm. Het is nu ook goed gekomen. Had het dan geweest, dat zul je nooit niet weten. Maar ja, ik vraag me dat ook soms af. Ik heb dat ook soms met studiekeuzes. Als je dan ziet wat veel mensen doen, belanden eigenlijk op iets dat totaal niks te maken heeft met hetgeen dat ze gestudeerd hebben. En ik denk dan altijd, stel dat je dat opnieuw zou kunnen doen en je zou studeren voor wat je uiteindelijk gaat doen, zou je dan beter zijn in die job? Ik denk dat niet. Ik denk dat ook niet.
Of dan waren er misschien ook nooit terecht gekomen. Nee, want dat hadden misschien dan al dat niet graag gedaan of zo. Dus. Ja, voilà. Nee. Dus ineens de omgekeerde vraag. Hoe zou 20-jarige Andries kijken naar nu? Ik denk dat je niet slecht gezien zou zijn. Nee. Dat denk ik niet. En dat is eigenlijk gewoon een andere manier om te zeggen dat ik gelukkig ben. Ja. En, want meer is het eigenlijk niet. Mm. Het is toch soms... En nu ga ik echt een grote relativeringsshow doen. Maar het is hier toch ook wel een klein beetje de grote... We maken het vol show op deze planeet. En blij dat we hier wonen. Mm-hmm. Blij dat ik niet 1900 kilometer naar rechts woon. Mm-hmm. En... ja, dat vind ik ook bijvoorbeeld al iets dat je moet... Ik vind het ook enorm pretentieus om echt te klagen en te zagen over dingen. Absoluut. Dan heb ik het niet over alle duidelijkheid, niet over energierekeningen, maar voor, want dat is iets heel erg, maar zo... wij hebben kansen. Als je goesting hebt, moet het gewoon doen. Gewoon doen en sneller durven. Sneller durven. Oké, op deze noot... Ik weet niet of jij nog vragen had of iets dat je zei. Oh, dat wou ik niet toch nog weten. Nee, dat gaat waarschijnlijk op het moment dat Andries wegwandelt, gaan er 1001 vragen komen en dan... Maar dan kun je elkaar nog wel vinden. Hè? Ja, vanaf nu wel. In ieder geval, bedankt om mij te vergezellen vanavond. Heel graag bedankt gedaan. Jij voor het wederom enthousiaste verhaal en het ongefilterde verhaal. Vind ik heel fijn. En voilà, hopelijk tot online. Absoluut. Dank je wel. Dankjewel om te kijken of te luisteren naar deze aflevering. Hopelijk heb ook jij genoten van een momentje even rustig. Benieuwd naar nog meer eerlijke verhalen? Abonneer je dan zeker op een van onze podcastkanalen via Castbox, YouTube, Spotify of Apple Podcasts. Tot dan!